Het is natuurlijk nog niet het seizoen van Roda, maar de ploeg van Jean-Paul de Jong, goede bekende van FC Utrecht, pakte wel 4 punten in de laatste 2 wedstrijden. Toch is het hier Jong FC Utrecht met Arweiler. De beginfase van de wedstrijd. Dit is een lekker steekballetje zeg. En dan is het meteen 1-0 voor Jong FC Utrecht. Eros Medi scoort. 18 jaar nog maar. Maar hij doet dat wel heel slim. Want hij tikt van dichtbij die bal onder doelman Tom Muiters door. En dan is het opnieuw een domper voor Roda JC. Roda dat het voorlopig moet doen zonder Richard Jensen. De Finse centrale verdediger. Net terug van een blessure. Maar deze week opnieuw langdurig uitgeschakeld. Vandaar dat Van Eijma centraal achterin speelt. En hier komt de beste kans van de thuisploeg in de eerste helft. Het is Ike Ugbo, de Engelsman. Maar hij mikt naast. Ugbo belangrijk voor Roda. Want van de 5 treffers die Roda JC scoorde dit seizoen, kwamen er 3 van zijn voet. Hier is Jordi Kroeks. De aankoop. De man die kwam van MVV. Kroeks heeft natuurlijk wel een actie in huis. En een goed schot. En daar is dus de volgende kans voor Roda JC. René Aken, de man die zo succesvol is met Jong FC Utrecht. Ploeg die toch jarenlang eigenlijk stevast onderin bivakkeerde in de keukenkampioen divisie. Dit is Velanas en die heeft een goede voorzet in huis. En er is opnieuw Medi. Jean-Paul de Jong dan ondertussen al een beetje met het hoofd omlaag. Want Medi had hier toch de 2-0 op zijn voet. Maar Tom Muiters dit keer met een perfecte redding. 1-0 dus voor Utrecht bij rust. En Roda JC weet dan wel dat Roland Alberg en Michel Keulen weer op de weg terug zijn. Zitten beide op de bank. Maar het is niet al te best in de opbouw. En daardoor moet nu Rochon van Eijma deze overtreding maken. En die had in de eerste helft ook al geel gekregen. Dan is dit natuurlijk niet slim. En kan scheidsrechter Gerrits niets anders doen dan een 2e gele kaart trekken voor Rochon van Eijma. Dan moet de vervanger van Richard Jensen dus naar de kant. En heeft Roda een serieus probleem nu met 10 tegen 11 en die 1-0 achterstand. Gautam, een van de betere op het middenveld. Kroeks. Bal bij de tweede paal en daar een goede kopkans voor Romario Roche. De Duitser, hij maakt zijn debuut in de basis. Krijgt de voorkeur boven Milts. Kwartier te gaan nog. En daar is Jong FC Utrecht weer met Medi, de man van de 1-0. Daar is Arweiler, de man van de assist bij de 1-0. En nu was bijna die combinatie in omgekeerde volgorde succesvol. Arweiler is een slimme spits, een sterke spits. Groeide op in de jeugd bij Borussia Dortmund en heeft hier de bal weer. Jonas Arweiler, de voorzet, wordt weggewerkt in eerste instantie. Maar daar staat dan nog Achefai. En Hisham Achefai scoort dan de 2-0 voor Jong FC Utrecht. Totale ontreddering achterin bij Roda. Bal half weggewerkt. En dan legt Medi hem goed terug voor Achefai. 2-0. Met nog 10 minuten te gaan. Wat kan Roda JC nog? Iets met moed en wanhoop. Nou, dat leidt tot de 2-1. Het is randje buitenspel. Maar Romario Roche. De Duitse Romario, zo wordt hij genoemd in Limburg. Scoort hier 2-1. Dit lijkt nog op buitenspel. Maar Roche mag doorgaan. En passeert dan doelman de Keizer. En dan is er toch weer iets van spanning in de slotfase. Kroeks doet het in 1 keer. Goeie vrije trap, zegt van Jordi Kroeks. Jong Utrecht. Van vorig jaar hier met 1-0 voor, maar verloor met 2-1 uiteindelijk. En heeft hier een kans om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Maar dat gebeurt voorlopig nog niet. Velanas scoort niet. Jean-Paul de Jong gaf van tevoren aan dat hij 3 punten verwachtte vandaag. Niets meer en niets minder. Dan lijkt het toch 0 te gaan worden. Weer knullig balverlies van Roda in de opbouw. En daar is Arweiler. Jonas Arweiler. Hij moet het alleen doen. En hij doet het alleen. 3-1 voor Jong FC Utrecht. Dit mag je een eclatante uitoverwinning noemen, zeg, voor de ploeg van René Haken. Die met deze overwinning inbegrepen nu 10 punten pakt uit de laatste 4 wedstrijden. Want die overwinning, dat kan Utrecht toch niet meer ontgaan. Wordt het nog erger dan? Nee. Wel een enorme kans, zeg, voor de aanvoerder. Mitchell van Rooyen nog. En wat zal René Haken tevreden zijn, zeg. Van Rooyen wurmt zich weer langs 2 man. Alles lukt bij Utrecht. En bij Roda is het verzet al lang en breed gebroken.
Hier komt de volgende kans. Achefaye. Nou, dit had net zo'n monsterscore kunnen worden als afgelopen maandag toen Den Bosch met 5-1 werd verslagen. Maar nu is Jong Utrecht mild voor Roda. Het wint wel met 3-1. En Jong FC Utrecht is dé sensatie tot nu toe in de keukenkampioendivisie.